YouTube Woensdag. Hi en hele goede dag gewenst. Welkom bij deze dubbele tutorial eigenlijk, waarin we twee dingen van Harry Potter gaan maken. Ten eerste de Harry Potter acceptatiebrief. Er zijn tutorials online te vinden in het Engels, maar het is eigenlijk een kleine moeite om even op te zoeken wat het in Nederlands moest zijn. En vervolgens dat ook te veranderen in Word. En vervolgens kan je dat dus uitprinten. En de print in koude, oude koffie of thee. Ik neem eigenlijk altijd standaard koffie. Te leggen en te laten drogen zodat je dat perkamentachtige papier krijgt. Dit is de envelop. De links naar templates voor de envelop, de brieven en de stempel, die staan allemaal in een beschrijving bij deze video. De stempel, ik heb het stempel uitgeprint met de 7 gatenzaag uit een stukje hardboard een rondje geboord, het midden opgevuld met houtplamuur van de Action, dat laten drogen. Vervolgens met lijmspray de print erop geplakt. Met de Dremel de letter H en het schildvorm eruit gegraveerd. En een kurk erop geplakt met het lijmpistool. Oké. Deze brief gaat nu verzegeld worden. Dat gaan we doen met echt kaarsvet. Ik heb deze vaccinelichtjes gekocht. Die had ik bij het kruisvat, meen ik mij te herinneren. Ik ga deze, ga ik er eentje van gebruiken. Ik ga niet traditioneel branden om het kaarsvet te verhitten en dat soort dingen. Wat ik ga doen, ik ga een pannetje met een klein laagje water op het vuur zetten. En als dat een beetje warm is, gaat het vaccinelichtje erin. Wanneer alles gesmolten is, haal ik met een tang het lont eruit, want daar wil ik het niet bij hebben. Dan vervolgens, omdat het in een tinnen cupje zit, kan ik het oppakken. Ik kan het gesmolten kaarsvet op de juiste plek gieten, stempel erop. En als het goed is dat voldoende. Ik vergeet bij bijna één stap uit te leggen nog. Dat is dat ik deze eerst ga insmeren met vaseline. Om versmelting met het kaarsvet dat vast gaat zitten te voorkomen. We gaan beginnen. Oké, wat ik je net heb laten zien met het kaarsvet was geen goed idee. Althans niet met het kaarsvet van een vaccinelichtje. Wat ik nu ga doen is die stempel gewoon creëren met het lijmpistool. Door warme lijm hier op te spuiten. Dat met de stempel. En dan heb je dit. Mijn stempel heeft het niet overleefd. Maar dat is mijn eigen stomme schuld. Om het simpele feit. Ik heb dit van hardboard gemaakt. En hardboard is nu eenmaal makkelijk kapot. Het zegel zit er nog niet op vast. Omdat hieronder ook kaarsvet zit. Maar dat komt allemaal wel goed. Oké, tijd om hem rood te verven. Kwastje, rode verf. Deze krant er even bij. Jammer dat het niet helemaal is gegaan zoals ik gepland had. Maar ik ben nu helemaal niet perfect. Ook al ben ik wel een perfectionist. Ook ik ben immers onderheven aan de wetten van de wetenschap. Ik heb zelf zoiets van stempel maken met lijm van het lijmpistool werkt duidelijk nog beter dan met kaarsvet. Dus ik zou zelfs iedereen die deze video nu kijkt
en hij zoiets heeft van, dit wil ik ook zeker willen bemoedigen om dit meteen met het lijmpistool te doen. Dan heb je ook niet de zwakte van lijm van het lijmpistool op kaarsvet. Dit even laten drogen en daarna de binnenkant, dus zeg maar om de letter H heen en om het schild heen, wil ik nog iets meer donkerder hebben. Dus daar ga ik een donkerdere kleur voor gebruiken. Ik ben nog even in de kast gesnuffeld en er meer kleuren rood en crimson red gevonden. Een van mijn favoriete kleuren. En daar wil ik eigenlijk de accenten mee gaan drybrushen. Nou, ik vind hem helemaal te gek zo. Ondanks dat het kaarsvet van dat vaccinelichtje dus zo gelekt is. Maar jij leert nu van mijn fouten. Hè? Jij weet nu hoe je het helemaal geweldig kan doen in één keer goed. Gaan we nu over naar het tweede Harry Potter project in deze video. Oké, Harry Potter toverstok. Helemaal leuk, toch? Ja. Vooral, ik bedoel, mijn hele kanaal staat vol met Harry Potter DIYs, maar ik heb nog nooit een toverstok gemaakt. Ik heb anderen bemoedigd ze te gaan maken, ik heb ze ook geholpen, maar zelf heb ik er eigenlijk nog geen gemaakt. Waarom niet? Ik weet niet, ik denk dat er geen uitdaging voor me in zat. Om het simpele feit, YouTube staat bom en bom vol met filmpjes hoe je een Harry Potter toverstok kan maken. Ik vind ze allemaal echt geweldig hoe ze uitpakken. Ik vind ze uniek. Er wordt gebruik gemaakt van knikkers voor een soort glazen bol effect aan het einde van een toverstok. Er wordt gebruik gemaakt van het lijmpistool voor versieringen, allemaal van dat soort dingen. En de mensen gebruiken de meest uiteenlopende basisdingen voor een toverstok. Ik ben er altijd een voorstander van geweest al om toverstokken te maken van houtjes, van penselen. Ik roep niet voor niks altijd in mijn video's van bewaar die dingen, je weet niet waar ze goed voor zijn. Dit is de collectie die ik zelf nog heb liggen. En ik heb sterk het vermoeden dat ik de dikste van allemaal hiervoor ga gebruiken. Weet je, ik zal eerst even laten zien wat we in huis al hebben. Ik heb zelf één toverstok, maar die heb ik gekocht. Dat is die van Severus Snape. Een schitterend gedetailleerde toverstok. En dit standaardje waar die in staat is een barok dingetje wat ik ooit bij de kringloop tegenkwam. Het was niet compleet, was ook al verschillende keren afgeprijsd. Het stond er maar, niemand kocht het. Ik heb het gekocht. Ik heb er twee deuveltjes opgezet en van een doorzichtig dopje sportdrank. Soort U-vormige houdertjes gemaakt. De boel zilver gespoten, met uitzondering van die doorzichtige houdertjes. En ik had een prima basishouder voor mijn toverstok. Andere mensen in dit huishouden hebben ook toverstokken gemaakt, zoals deze. Met hierop een, zo dichterbij kunnen. Hierop een houten balletje. Hierop een skelethand. Deze skelethanden kun je binnenkort rond Halloween weer kopen bij de Xenos. Daar zit dan een lolly in en die moet je dus bewaren. Dan kun je dit soort dingen nog leuk maken. Het draaieffect eromheen met het lijmpistool gedaan en alles is beschilderd. Heb je een plastic of rubber skeletje, kun je dit om je toverstok doen. Helemaal leuk toch? Hetzelfde idee met lijmpistool en... Je kunt zelfs ook vliegertouw gebruiken. Geeft net een ander effect dan het lijmpistool. De toverstok die ik ga maken is eigenlijk een inspiratie die voort is gekomen uit ons bezoek aan de
Harry Potter exhibitie in Utrecht. Daar zag ik de toverstok van Narcissa Malfidus van dichtbij. En ik had zoiets van, daar kan ik wel wat mee. Ik wil benadrukken dat ik niet een kopie ervan ga maken. Wat ik ga maken is geïnspireerd door. Dus ga nou niet zitten reageren van, hij lijkt niet op die van Narcissa Malfidus, want het is ook niet de bedoeling. Er zullen elementen in zitten die overeenkomen, maar het zal voornamelijk gewoon een unieke toverstok zijn die ik heb gemaakt en niet zozeer terug is te vinden in die exacte uitvoering in een Harry Potter film. Dat gezegd te hebben, wil ik even laten zien wat ik in ieder geval ga gebruiken. Ik heb heel veel dingen al bij elkaar verzameld waarvan ik denk van dat kan ik misschien gebruiken. Het wordt wel, hè, ik heb een basisidee hoe ik hem wil maken, maar het wordt wel voornamelijk een go with the flow project. Zo van, we kijken wat wel werkt en wat niet werkt. Hè, dus ik zal misschien nu dingen laten zien die ik uiteindelijk niet gebruik en ik zal misschien uiteindelijk dingen gebruiken die ik nu niet laat zien. Oké, de penseelstok heb ik al laten zien. Wat ik ook heb is een hamer. Waarom? Ik wil het handvat, het houten gedeelte, wil ik gaan gebruiken. Je kunt een handvat kopen bij de bouwmarkt. Maar de ervaring leert dat die handvatten los duurder zijn dan een klein, simpel hamertje van de Solo, de Big Bazaar of de Action. Dus, als je geld wil besparen, kun je beter gewoon een compleet hamertje kopen en deze er dadelijk afzagen en aan de slag gaan met die stok. Deze stokken, weet ik uit ervaring, zijn heel makkelijk te bewerken. Ik maak hier tegenwoordig ook de spiezen van voor een Vampire Hunt Kit, omdat ik dat eerder deed uit bezemstelen en dat is veel meer en veel harder werken dan dit simpele hout. Dat gezegd te hebben, leg ik de hamer opzij en ik pak er nog wat andere dingen bij. Dat rijmt. Het meeste wat ik heb gekocht en verzameld of al had liggen, komt bij de Action vandaan. Maar deze komt bij de Big Bazaar vandaan. Ik weet even niet exact hoe die dingen genoemd worden. Er staat ook niet echt een naam op. Maar het zijn van die rondjes, vierkantjes en dat soort dingen die je met een hamertje ergens in kan slaan ter decoratie. Dit laat beter zien wat het is. Kopspelden. Ik weet dus nog niet zeker of ik ze ga gebruiken. Maar zoals Narcissa Malfidus op de handgreep al die bolletjes heeft, wil ik dus dadelijk gaan kiezen. Ga ik kopspelden gebruiken of die kleine vierkantjes en rondjes die ik zojuist liet zien. Een roze brillenkoker. Niet vanwege de kleur, niet vanwege het feit dat het een brillenkoker is, maar vanwege de structuur. Het heeft een reptielhuid structuur. En dat vind ik leuk. En wie weet dat ik dat gebruiken. Zo'n jaar of 10 geleden heb ik op een Keltfest een zwaard gekocht. Ik ben erg gek op draken. En ik zag een heel goedkoop zwaard wat draken heeft. Alleen het holster van het zwaard heb ik nooit zo kunnen waarderen. Het zwaard zelf heb ik inmiddels een leuk kastje omheen gemaakt. En daarom ligt het maar in de kast al ongeveer 10 jaar lang. Dit gedeelte, dit handvat gedeelte, kan losgeschroefd worden, kan eraf en ik zit er aan te denken om dat te gaan gebruiken. Met dat gezegd te hebben, denk ik bij mezelf, omdat ik bij een ander niet kan denken. Nee, ik had zoiets van laten we nu gaan beginnen. Ik weet verder nog niet precies wat ik allemaal ga gebruiken. Go with the flow.
de verf ligt buiten te drogen. Inmiddels ga ik sowieso met deze aan de slag. Maar ik vergat je ook net iets te laten zien. Wat ik ook had gekocht voor dit project bij de Action. Een setje voor een tuinslang. Waarom? Dit geribbelde ding wil ik zeker proberen te gaan gebruiken. Als ook dit gedeelte. Dit vormt eigenlijk een hele mooie overloop tussen het handvat en de toverstok. Als het allemaal goed uitpakt, wil ik dat zeker gaan gebruiken. Maar we gaan nu eerst met het schroevendraaiertje deze losmaken. Je ziet het, het is goed hol en ik heb het idee dat deze heel geschikt is voor dit project. We zijn inmiddels weer wat stapjes verder. De onderdelen voor de stok zijn droog. En dit sluit eigenlijk qua dikte van de stok en waar het hamer aan het vat eindigt, sluit eigenlijk perfect op elkaar aan qua dikte. Dus daar heb ik wat minder zorg om dan dat ik aanvankelijk zou kunnen verwachten. Deze past prima hierin. Blijft wat ruimte over, maar ik ga dit vullen met acrylaatkit. En dan deze erin. Laten drogen. En dan zit hij op zijn plek. Dit gedeelte wil ik waarschijnlijk toch wel als overgang stuk gaan gebruiken. Maar er zit nog een binnenwerk in wat er eerst uit moet. Dat moet ik uit gaan boren. Maar dat komt wel goed. Het is een goed overgangstuk hoor, maar zonder dit gedeelte. Inmiddels een dagje en ook wat stapjes verder. Wat heb ik allemaal gedaan? Dit koppelstuk van de tuinslang heb ik uitgeboord. Dat ding is eraf. Deze van die andere koppelstuk afgehaald. Deze wil ik er hoe dan ook in hebben. Narcissa Malfidus heeft een aantal van die ribbelvormige figuren dingetjes erin zitten. En dat wil ik ook! Deze zit inmiddels vast in het handvat. Eerst met de acrylaatkit. Toen deze open geschroefd was, acrylaatkit erin. En erop gedaan. Met de stok erin natuurlijk. Dicht geschroefd. Dat een nachtje laten drogen en de gaten gevuld met het lijmpistool. Moet nog een beetje bijwerken, maar dat komt wel goed. En deze, als je hem bij elkaar houdt, koppelstuk erop. Ik heb het uitgeprobeerd, wordt hij wel erg lang. Dus ik ga een stukje eraf halen. Ik heb afgetekend waar die ingekort moet worden. Ik ga hem niet hier helemaal afzagen. Ik laat hem een stukje langer. Want later ga ik dat allemaal een beetje bijwerken. Zodat er een soort deuveltje ontstaat. Kan ik later hier een gaatje in boren ter grootte van dat deuveltje. En dan schuift hij er precies in. Zit hij meteen recht. Dat is de bedoeling. Dus ik ga nu deze inkorten. Deze zit er even op om te kijken wat ik dadelijk aan handvat overhoud. Nou, ik kan hem niet verder als dit schuiven. Dikke prima. Deze komt er nog onder. Misschien een klein beetje rekening mee houden. En dan hou ik een prima stuk over wat precies een handgreep breed is. Dus dat komt allemaal goed uit. Ik wil even een stukje tape eromheen om aan te geven tot waar het allemaal komt. Dat is tot hier ongeveer.
dat is ongeveer T-breedte, dus dat ga ik gewoon aanhouden. Ik wil even kijken wat het leukste ongeveer zal zijn. Ik wil dat het van een afstand ook goed te zien is. Dus ik denk dat ik voor deze ga. De staf van Narcissa Malvius heeft rondom evenredig verdeeld. Allemaal van deze zilveren knopjes. Omdat dit handvat niet helemaal rond is. Wat platter. Ovaalvormig, zeg maar. Is dat voor deze geen goed idee? Dus wat ik eigenlijk wil doen is op de brede kanten sowieso deze dingen gaan doen. Kom ik uit op ongeveer 10 centimeter. Dus dat wil zeggen dat ik die 5 zilveren dingetjes onder 2 centimeter erop kan gaan zetten. En ik kan zo prima aftekenen waar ik ze wil hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er kunnen er zelfs 6 op. Ik denk dat ik dat ga doen. Kijk, dan blijft het prima liggen. Waarom heb ik die plaat eronder? Ten eerste om de tafel te beschermen. En ten tweede ook, deze beweegt mee als ik bewegingen maak. Waarmee ook de verf van dit handvat min of meer beschermd wordt. Tijd voor de andere kant. Die zitten. Misschien zelfs dat bijvoorbeeld dit soort klantjes aan de zijkant tussen kunnen. Ja, ga ik doen. Vind ik leuk. Omdat deze zilveren vierkantjes zo klein zijn, moet ik ze steeds eens met een klein druppeltje lijm op hun plek fixeren. Voordat ik ze erin kan slaan. Dat brengt met zich mee dat zodra ik hem erin sla, dat er wat lijm onder vandaan komt. Maar dat werken we straks allemaal weg. Zo, die zitten erop. De binnenkant van deze ring heb ik met de Dremel onder andere genomen. Waardoor die nu prima past tot het punt waar die moet komen, zelfs ietsje verder. Wat ik nu ga doen is met PVC-lijm dit op elkaar lijmen. En als dat allemaal in elkaar zit, dan is het tijd om deze zilver te gaan spuiten. Zo, dat kan drogen. Oké, de plastic delen van de koppelstukken zijn aan elkaar gelijmd. Zijn ontvet met terpentine en zilver gespoten. Staan nu buiten te drogen. Ondertussen het bovenste deel van de toverstok onder handen genomen. Met de Dremel rondom een inkeping gefreesd. Vervolgens met een mes ouderwets geschraapt rondom totdat het deuveltje ontstond. In dit handvat een gaatje geboord waar deze prima in past. Het is nu wachten op het lijmpistool. Als deze warm genoeg is, kan dit op elkaar gelijmd worden. Nu is het vooral zaak om overal te controleren of die zo recht staat.
Keurig. Dit onderdeel, waar ik het meerdere keren al over heb gehad en dat soort dingen, is droog en past hier prima op. Het is alleen wel zo dat hieronder nu een soort opening is. En om die tegemoet te komen, dat het ook dicht is, heb ik nog zo'n hele set met rubberen ringetjes tevoorschijn getoverd. Altijd in huis, weet je wel, voor klusjes in en rond het huis. Dus die ga ik er als eerste omheen doen. Vervolgens deze. Ik heb ook nog een kleinere ring klaar liggen. Maar wat we nu eerst gaan doen, is deze op zijn plek zetten. Verder als dit gaat hij niet. Zo, en meteen ook die rubberen ring op zijn plek doen. En dat vormt een heel mooi overloopje. Het is eigenlijk per ongeluk dat hij nu een beetje schuin klapt, maar het is eigenlijk heel leuk. Dus ik laat het zo. Hier bovenin ook voorzichtig wat lijm. En daar deze ring om mezelf niet te branden aan de lijm gebruik ik even dit potloodje om hem aan te duwen. En we hebben een prima afgewerkt geheel. Wat ik nu aan het doen ben, is eigenlijk met zwarte verf wat accenten nog aanbrengen. Het verweren, het gebruikte uiterlijk eraan te geven. Met drybrush effect en zwarte verf. Er zitten wel die soort afvlakkingen op dat cilindervormige ding, die ik erg leuk vind. Dat is trouwens ook de reden waarom ik er dus eindelijk niet dat roze schubachtige op heb geplakt. En het pakt wel erg leuk uit, al zeg ik het zelf. Meteen ook alles wat geraakt is door het lijmpistool. Even zwart verven. Zoals die kleine zilveren dingetjes. Natuurlijk primair op zijn plek gehouden door het lijmpistool. En dat is her en der nog wat te zien. Hieronder bij dat drakending ook al alles van zwart voorzien wat van het lijmpistool afkwam. En we gaan nog even vrolijk verder met de laatste vlakke kantjes van het cilindervormige. Maak er een soort vlammetjes van. Want dat vind ik leuk. Dit project is puur voor mezelf. Hè. Het is absoluut niet de bedoeling dat dit overeenkomt met welke Harry Potter toverstok dan ook. Hij is hierdoor misschien nog wel een stuk groter dan de meeste Harry Potter toverstokken. Maar I don't give a shit.
Die tandwiel, zo noem ik hem maar even. Wil ik dat zelf hier even doen. Ik ga die gewoon helemaal insmeren. Met zwarte verf. Het is acrylverf, dus ik moet wel redelijk snel zijn. Maar op zo'n kleine oppervlakte gaat dat prima voor elkaar komen. Pak er een stuk keukenrol bij. We vegen het. Het grootste gedeelte er weer af, maar die inkepingen die blijven dan zwart. En dat is precies het effect wat ik wil. Veel meer details zijn er nu ook te zien van dit stukje. En dat vind ik alleen maar leuk. En dan denk ik eerlijk gezegd dat het nu alleen maar een kwestie van drogen is. En dan is die klaar. Ik zie hier al een klein puntje. Lijmpistool. Ja, ik... Ik ben uitermate tevreden. Het is nu een kwestie van drogen en dan is die klaar. En klaar! Helemaal Harry. De toverstok is denk ik zo'n stuk groter dan de gemiddelde toverstok van Harry en zijn vrienden. Maar nogmaals, deze is niet per definitie verbonden aan de hele Harry Potter wereld. En ik denk dat hij ongeveer net zo groot is als de zegevlier, zo om en nabij. Dat was de eerste toverstok die ik eigenlijk heb gemaakt. Erg leuk project in ieder geval, leerzaam ook. Dus ik zou het zeker waarderen als je een duimpje omhoog zou geven bij deze video. Klik op abonneren, het is gratis. Net als vele onderdelen van deze DIY. Ik zie je graag in de volgende tutorial. Zeker dingen maken. Hou je taai en see you later, alligator.